Kijk, het punt wat ik wilde maken is dat, kijk, Bart beschrijft een aantal veranderingen die we waarnemen. Die veranderingen zijn gewoon, die nemen we waar. Gletsjers die zich terugtrekken. Ik had een heel mooi plaatje van de grote Aletschgletscher in Zwitserland. Fantastisch. En dan zie je hoe die in de afgelopen 5000 jaar zich heeft uitgebreid en teruggetrokken. Uitgebreid en heeft teruggetrokken. En dan zie je dat in de kleine ijstijd, dat was de periode van 14 tot 1700, dat die gletsjer zich waanzinnig ver heeft uitgebreid. Dus een fenomeen waar we ook mee zitten is dat de moderne tijd, hè, dus dat wij industrialisatie, fossiele brandstoffen zijn gaan gebruiken, viel ook samen met het einde van de kleine ijstijd. Dus en je ziet dat die gletsjer, die grote Aletschgletscher, zich niet verder heeft teruggetrokken dan in het verleden is opgetreden. Dus er is nog geen sprake van unieke omstandigheden of zo. En dat mis ik vaak zo in de berichtgeving vanuit de mainstream zijde, om het dan maar zo te noemen. Dat alle veranderingen die we waarnemen, dat die negatief geoormerkt worden. En dat is denk ik onnodig. Want zullen we hier even een antwoord oogsten? Ja, laten we dat doen. Gletsjers trekken zich wereldwijd terug. Weet je? Er zijn een enkele die misschien groeit. Dat heeft al meestal te maken dat er meer sneeuwval is. Maar verder zien we een directe correlatie tussen temperatuurstijging en het wereldwijde terugtrekken van gletsjers. We hebben het niet over een enkele in Zwitserland. Nee, we hebben het over alle gletsjers wereldwijd. En natuurlijk kun je dan gaan zoeken, dat is ook belangrijk, naar andere oorzaken waardoor dat dan zou kunnen komen. Maar dat is heel erg lastig. Ik bedoel, wat alle belangrijke glaciologen erover te zeggen hebben, zoals een Oerlemans bijvoorbeeld, die zijn heel eenduidig dat die terugtrekking het gevolg is van opwarming van de aarde. En als jij denkt dat dat anders zit, dan moet je daar vooral over publiceren. Dat lijkt me heel belangrijk. Maar tot op heden heb ik geen publicaties gezien, tenzij jij ze mij kunt overhandigen, waaruit zou blijken dat de terugtrekking wereldwijd van vrijwel alle gletsjers het gevolg zou zijn van iets anders dan de opwarming. Of in ieder geval dat een hele grote factor is in het verhaal. De tijd voor dit item is op. Maar dat is geen enkel probleem, want we gaan vloeiend over naar de volgende stelling. En die wordt toevallig afgetrapt door Bart. Dat gaat over extremen. Het klimaat wordt steeds extremer door de invloed van de mens. Nou goed, dan ten eerste de invloed van de mens. Wereldgemiddeld 1 graden opgewarmd, dat werd al gezegd in het publiek sinds 1881, 1910. En het IPCC, wat zegt hij daarover in het laatste rapport? En die kijken naar alle publicaties die er zijn op dat gebied. En die zeggen inmiddels, dat komt extreem waarschijnlijk voor meer dan de helft door de mens sinds 1950. En dan zijn ze nog best voorzichtig in hun formulering. En dus ze kijken dus echt van, kunnen we dit voor het allergrootste deel aan de mens toekennen. Ik zelf denk dat het meer is, maar dat is de voorzichtige formulering die zij hebben gehanteerd in hun laatste rapport. Wat is daar nu al het gevolg van? Dat is dat we warmere hittegolven zien. Als je wereldwijd kijkt, dan zie je dat de warmste temperaturen in een jaar, dat die wereldwijd 2,5 keer zo hard zijn gestegen als de gemiddelde temperatuur van 1 graad, dus met 2,5 graad. Als je kijkt naar de koudste dag van het jaar, dan zie je dat dat zelfs 5 keer harder is gegaan dan de temperatuurstijging van 1 graad. Dus het is met 5 graden gestegen. Uiteraard leidt een hogere zeespiegel ook direct tot hogere stormvloeden. Dus stormvloeden zijn een extreme, die worden nog extremer ten gevolge van zeespiegelstijging. Dat is vrij logisch. Ook zie je een toename in neerslagextremen, maar daar moet ik meteen bij zeggen dat lastiger is. Neerslag is iets wat extreem variabel is en waarvan het ook extreem lastig is om daar trends in te zien. Wel is de verwachting dat als de opwarming verder gaat, dat zeker extremer zal worden. Dat is ook weer logisch, want er is meer verdamping, dus er is meer neerslag en die hele watercyclus zal intensiever worden. Ook zien we een toename in de kracht van orkanen, niet zozeer in de frequentie. Afgelopen jaar was daar natuurlijk een interessant voorbeeld van. Een hele reeks van orkanen die in no time zaten die op in categorie 5. En met alle extreme gevolgen van dien. En je ziet ook bijvoorbeeld een toename in bosbranden. Ook weer een lastige, omdat aan klimaatverandering volledig toe te kennen. Maar ook daar is het weer logisch, want meer warmte, meer droogte leidt tot een grotere kans dat de boel in fik gaat. In Californië was het dit jaar natuurlijk echt een dramatisch jaar. Wederom, dat is een lastige.
Wat ik ook opmerkend vind is dat de grootste verzekeraars ter wereld hebben inmiddels een rapport uitgebracht. En die hebben het over de protection gap. En die zien, die mensen die zijn vooral gebaat bij objectief zien van, zien wij meer extremen? Dat is voor hun een probleem, want dat moeten zij verzekeren. En zij zeggen, ten gevolge van klimaatverandering is het gewoon steeds lastiger om, om nog vastgoed en dergelijke te verzekeren. Wij kunnen het niet meer opbrengen. En dat zijn dus geen milieuclub, dat zijn mensen die direct financieel belang hebben bij het extreme worden van ons weer. Ja, voorzitter. In januari van dit jaar was er op Twitter was er weer even een klein stormpje. Ik weet niet, sommigen van jullie zullen op Twitter zitten. Thierry Baudet die zei, er is geen toename van extremen. Gerrit Hiemstra die zei, wat een onzin. Nou ja, dat ging zo weer een paar dagen door. En misschien is dit debat wel mede daarop geïnspireerd. Ik heb regelmatig contact met Thierry Baudet. En hij vroeg ook aan mij, klopt dat? En ik zeg, binnen de nauwkeurigheid van een tweet vond ik dat de opmerking correct was. En ik zal nu uitleggen waarom. Kijk, als het publiek denkt aan de term extreme, dan denk je aan natuurrampen. Nou, wat zijn de natuurrampen die klimaatgerelateerd zijn? Dat zijn overstromingen, droogte, orkanen, tornado's, eventueel bosbranden. Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, is eigenlijk heel erg duidelijk. Die hebben twee rapporten gepubliceerd. Het SREX-rapport in 2012 en het vijfde IPCC-rapport in 2013-2014. En die zeggen daarin, er is geen waarneembare trend. Dus in de metingen, weer in de waarnemingen, u merkt, ik hou erg van waarnemingen. In de waarnemingen zien we geen trend in dat soort extremen. Dus geen toename in orkanen. En Bart zei zojuist, wel in de kracht. Ook dat heeft het IPCC niet gesteld. Dus ook wat mij betreft is daar ook nog geen enkel bewijs voor. En ik had daar een leuk plaatje van. Er is eerder afname in droogte dan een toename. Er is geen toename in overstromingen. Dus ja, er is wellicht regionaal sprake van, op sommige regio's sprake van een meer extreme neerslag. Maar die extreme neerslag leidt niet tot meer overstromingen. Ja? En al dat goede nieuws, dat blijft eigenlijk onbekend bij het publiek, omdat het IPCC inderdaad ook heeft gezegd, in sommige regio's heb je wel meer hittegolven. Australië bijvoorbeeld, Europa. Amerika weer niet. Amerika heb je de Dust Bowl gehad in de jaren 30. Alle temperatuurrecords werden toen gebroken en die staan nog steeds in de boeken. Ja, dus ook daar zijn er heel veel nuances. Vorig jaar was er relatief veel schade. En die schade kwam door Harvey en Irma. 70% van de schade. Maar goed, we weten dus nu, geen toename in orkanen. Niet in de frequentie, niet in de intensiteit. Dus wat ik zo jammer vind, en het KNMI heb ik dat ook in het verleden verweten in blogberichten, is dat, wees daar ook helder over. Hè? Dus zeg dan, wees dan ook zelf compleet. Hè? Als je Thierry Baudet verwijt dat hij te selectief is, zeg dan zelf, ja, geen trend in orkanen, overstromingen, droogte, tornado's en bosbranden, maar wel in meer extreme neerslag en hittegolven. En dan zouden we het debat volgens mij een stuk verder op weg helpen. Ik denk dat de tijd erop zit, precies. Dat is mooi, want ik wou toch even, er is een retorisch trucje vond er plaats. Wij weten nu, en dat is alsof het een collectief weten is. Ik wou dat toch even checken bij mijn buurman of hij dit ook weet nu inmiddels. Wat weet? Weet dat het klimaat dus niet extremer wordt. Of het klimaat niet extremer wordt? Nou ja, ik heb net uitgelegd wat er wel extremer wordt, volgens mij. Ja, maar nu jullie en volgens mij was Marcel daar ook mee eens. We zijn het hier niet eens heel erg oneens, behalve dat Marcel beweert dat het IPCC daar niet open over zou zijn. Dan denk ik van, hoe kom je daarbij? Hij zegt zelf dat het IPCC het SRS-rapport heeft gepubliceerd, waarin het staat. Dan denk ik van, ja, precies. Dus wat is je probleem? Waarom doe je dan alsof zij het goede nieuws zouden verbergen, terwijl het gewoon op straat ligt? Dat snap ik niet helemaal. En het zou goed zijn als je dat verhaal ook zou vertellen, denk ik dan. Nou, laten we de proef op de som. Wie in de zaal wist dat orkanen, overstromingen, droogte, tornado's niet zijn toegenomen? Dat er geen waarneembare trend. Wie wist dat? Dan gaan er behoorlijk weinig handen omhoog. En ik denk dus dat dat komt doordat er
Ja, doordat het IPCC dat niet van de daken schreeuwt en het KNMI ook niet. De zaal mag informatieve vragen stellen, maar wel een informatieve vraag graag. Ik wou iets zeggen, maar ik was me ook niet bekend dat het wel meer was geworden. Precies, dat is de tegenvraag. Wat meer was geworden? Oké, achter in de zaal. Dezelfde vraag is al gecanceld. Daar is nog een hand. Dag, nog even voor de duidelijkheid, want nu begreep ik het niet helemaal. Zijn jullie het er nou wel of niet over eens dat extreme weersomstandigheden toenemen? Hartelijk dank. Wie mag antwoorden? Ik kan nog even reageren op Bart. Kijk, wat ik ook op mijn blog schreef, het wordt een semantisch spelletje. Voor normale mensen in Jip en Janneke taal, als je het hebt over die extreme, dan bedoel je extreme die leiden tot rampen. En de extreme waar Bart het over heeft, dus dan heb je het hittegolven, extreme neerslag, die komen bijvoorbeeld niet in de schade voor van vorig jaar. Ja, dus dat zijn relatief onbeduidende extremen. En ik vind dus dat het erg belangrijk is dat dat onderscheid gemaakt wordt. Omdat anders het publiek denkt, het klimaat wordt extremer. Ze denken automatisch dat dat ook geldt voor orkanen en overstromingen en droogte. Maar dat is niet zo. Maar dus even bijvoorbeeld op het punt van orkanen, zijn jullie het er oneens? Of die toenemen of niet? Want Bart zegt volgens mij de frequentie neemt niet toe. Maar de kracht wel. En daar zijn ook veel publicaties over. Oneens. Ik denk dat het IPCC erkent dat ook de kracht niet is toegenomen. Dat ja, maar je hebt gezegd, het IPCC erkent. Het gaat niet over erkenning. Het gaat erover dat zij steeds weer alle publicaties die er zijn op een bepaald gebied proberen samen te vatten. En op basis daarvan een beeld proberen neer te zetten. En als het gaat over het aantal extremen, zeggen ze heel duidelijk, dat is een lastig verhaal. Als het gaat over, wat ik net zei, hittegolven, koude dagen enzovoort, dan is het een duidelijk verhaal. Als het gaat over de kracht van orkanen, dan wordt dat een steeds duidelijker verhaal. En het afgelopen jaar, en het is ook logisch, want als het zeewater warmer is, dat is de motor achter een orkaan. Namelijk als het boven 27 graden is. Dus hoe warmer dat is, en dat hebben we gewoon zien gebeuren. Hoe sterker die orkanen zullen worden. Zeker als de temperatuur verder stijgt. Want daar gaat het natuurlijk om. Ik heb al eerder gezegd, 1 graden temperatuurstijging kunnen we nog wel aan, Marcel. Maar 2 graden, 3 graden, 4 graden, 5 graden, daar komen ze zo nog te spreken, dan is het een heel ander verhaal. En dan zeg je, ben je alarmist misschien. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er een reële kans is dat zoiets gebeurt. Zelfs de studies van Nick Lewis impliceren dat. En dat is waar het om gaat. Nou, kijk, we gaan hier geen wel eens niet eens van maken. Laten wij samen na deze dag, stuur jij mij een paar publicaties waarmee je onderbouwt dat de orkanen krachtiger zijn geworden. En dan doe ik dat vice versa voor het tegenovergestelde. Ja, prima. En dan prima. Schrijf ik een blogbericht. Ja, ik mis eigenlijk het tweede component aan deze stelling. De invloed van de mens. Daar was ik eigenlijk ook nog wel benieuwd naar. Zijn jullie het er wel over eens dat het klimaat verandert door de mens? Ik heb het toegelicht, hè? Ja, heel kort, ja. Dus extreem waarschijnlijk dat meer dan de helft van de opwarming sinds 1950 veroorzaakt is door de mens. Dat is de samenvattende claim van het IPCC op basis van al het wetenschappelijke materiaal wat op dat moment voorhanden was. Sindsdien is dat alleen maar sterker geworden. Bij deze stelling doet dat er niet zo heel veel toe. Het gaat hier om, kunnen we in de waarnemingen constateren dat het wel of niet extremer is geworden? Los van de oorzaak. Als je nog geen verandering waarneemt, hoef je ook niet op zoek te gaan naar een oorzaak voor de extreme. Ja? Het was onderdeel van de stelling. Ja, hier zit wel een. Je hebt gelijk vanuit die redenering, maar als je de andere stelling aanhaalt, dan kan je natuurlijk niet zonder die voor de duidelijkheid, ik ontken niet dat CO2 een broeikasgas is en dat het tot opwarming leidt. En dat dus de toename van de CO2 tot opwarming geleid zal hebben. Maar daar komen we ook in de volgende stelling op terug. Ja, dat is zo mooi dat jullie steeds de volgende stelling al toelichten. Nog één laatste vraag hier en dan gaan we naar het verhaal toe. U krijgt straks weer de gelegenheid. Ik
een vraag aan u. U heeft het de hele tijd over waarnemen. Hoe defineert u dat? Het is misschien ook jargon, maar het is gewoon, wetenschappers doen metingen. Hè? Sommige wetenschappers doen dat in het lab. En tegenwoordig klimaatwetenschappers die doen vooral veel waarnemingen met satellieten en getijdenmetingen met zeespiegel. Dus er wordt ontzettend veel nu gemeten aan het klimaat. En dat is de toets voor je theorieën. Ik benadruk steeds heel erg wat we aan waarnemingen hebben en wat we daaruit af kunnen leiden. Dus eigenlijk verzamelde data's. Alle metingen, gewoon het hele verzamelde meetnetwerk wat we hebben. Goed, gaan wij naar de volgende stelling. En die, als wel aangekondigd, wordt afgetrapt door Marcel. Ja, nou, Bart die heeft hier al heel veel over verteld. Het is, hoe luidt de stelling? Overschatten de gevolgen van de CO2-uitstoot. Ja, nou, dit is klip en klaar. Je kunt gewoon heel duidelijk laten zien dat de modellen, de klimaatmodellen van het IPCC, als je die bijvoorbeeld, een belangrijk referentiejaar is 1979, omdat dan veel satellietmissies beginnen. Als je vanaf 1979 een plaatje maakt van de modellen uit het vijfde IPCC-rapport en dan de waarnemingen ernaast zet, dan zie je dat de waarnemingen duidelijk zichtbaar onder de modellen liggen. Dus de modellen overschatten de opwarming al in de laatste 30 à 40 jaar. Nou, dan is natuurlijk, dat is een constatering. Dan is de volgende vraag natuurlijk, waardoor zou dat kunnen komen? Nou, en dan komen we weer op dat begrip klimaatgevoeligheid. Hoe gevoelig is nou dat klimaat voor die broeikasgassen? En zoals Bart ook al zei, ik heb veel samengewerkt met de Britse onderzoeker Nick Lewis. En wij hebben een rapport uitgebracht een paar jaar geleden. Dat heet A Sensitive Matter. Dat kun je gratis downloaden. Kun je zo googlen en gratis downloaden. Waarin wij in een bladzijde of 60 uitleggen wat nou die stand van de wetenschap is. Net als het IPCC dat heeft gedaan. Op het gebied van klimaatgevoeligheid. En wij constateren dan, er zijn drie methoden. Dat zijn paleo-schattingen, dus schattingen gebaseerd op het klimaat uit het ver verleden. Dan heb je die klimaatmodellen. Maar die klimaatmodellen moeten getoetst worden aan de waarnemingen. En dan heb je een derde methode en dat zijn de waarnemingen sinds 1850. Sinds we eigenlijk voldoende dekking aan temperatuurmetingen hebben. En wat wij nou in het rapport concluderen is dat die laatste categorie op dit moment echt je beste indicatie is voor die klimaatgevoeligheid van ons huidige klimaat. En daarover woedt nu een verhit debat in die wetenschappelijke wereld. Bart en ook Bart Verheggen op zijn blog, die vinden dat wij een cherrypicking doen, dat wij dus die methode noemen wij in het rapport superieur en we leggen dat ook in bladzijde of 10 uit waarom we die andere methode minder vinden. En één belangrijke reden is dus dat klimaatmodellen al in het recente verleden op heel veel punten gewoon afwijken van de realiteit. Bart die zei, klimaatmodellen, om het even duidelijk neer te zetten, die warmen gemiddeld 3,5 graden op bij een verdubbeling van de CO2-concentratie. En die waarnemingen, die schattingen die daarop gebaseerd zijn, die zitten zo rond de 1,6. Dus het werkelijke klimaat lijkt twee keer zo minder gevoelig dan de modellen aangeven. En waarschijnlijk komt dat doordat die modellen inderdaad dat versterkende effect van waterdamp en wolken, dat die dat nog niet goed in het model hebben zitten. En daar is eigenlijk best veel observationeel bewijs weer voor. Wat een timing. Ja, ja, geweldig. Waar te beginnen? Ten eerste denk ik dat we de cijfers even goed op een rijtje moeten zetten, Marcel. Want er is recent een hele mooie overzichtsstudie verschenen van Reto Knutti uit Zwitserland. En die heeft een kleine 250 studies sinds Arrhenius in 1890, meen ik, op een rij gezet met schattingen van klimaatgevoeligheid. En dan blijkt dat de beste schatting van de klimaatmodellen ligt tussen de 2,5 en de 3,5 graad, Marcel. En met een range, een 90% range, van 2 tot 6 graden. Dus dat is een grote range. Dus het is niet zo dat de klimaatmodellen één getal hebben of zo. Dat is ook al een behoorlijke range. De paleo-studies, die zich baseren op klimaat uit het verre verleden, zoals op basis van de ijsboringen in Antarctica bijvoorbeeld, die hebben een range van 2 tot 5 graden als beste schatting. En vervolgens de 90% range zit ongeveer tussen de 1 en de 6.
de observationele studies die Marcel benoemt. En dan vind ik observationeel zet ik tussen aanhalingstekens. Want die methodes gebruiken niet alleen maar observaties. Die moeten ook een model hanteren om uiteindelijk die klimaatgevoeligheid te kunnen bepalen. Zij doen dat alleen op basis van een heel erg eenvoudig model. Waarin de klimaatgevoeligheid een constante is. Klimaatmodellen zijn vele malen geavanceerder. En daarom denk ik ook een betere methode. De beste schatting van die observationele studies ligt tussen de 1,5 en 4 graden Celsius. En de 90% range loopt van 1 tot zelfs meer dan 6. Ik weet niet of jij er goed naar gekeken hebt, Marcel, maar dat vond ik opmerkelijk. De beste schatting van Lewis was in 2016 1,7 met een range van 0,7 tot 3,2. Ik noem nu heel veel getallen, maar zijn laatste schatting, zei hij, het is 1,9 graden Celsius met een range van 1,1 tot 4,1. En daarmee overlapt dat dus voor een groot deel met de klimaatmodellen. En wat mij betreft gaat het ook over die ranges. Dus de 90% range die nog steeds zo groot is, geeft aan, Marcel, dat er een reële kans is dat die klimaatgevoeligheid hoog is. En dan hebben we gewoon een probleem. En dat is waar het over gaat. En in het klimaatdebat, in de wetenschap, klimaatwetenschap, speelt Lewis gewoon een rol. Omdat hij gewoon goede publicaties schrijft die ontzettend interessant zijn, die ik met interesse lees, als ook mijn collega's. Het is niet zo dat hij buitengesloten wordt of wat dan ook. En dat er dan een rapport wordt geschreven op basis van die studies, dat het goede nieuws verborgen zou worden. Dan denk ik van ja, hoezo? Het is die laatste studie van Retro Knoet, die staat alles op een rijtje. Er worden alle mitsen en maren worden beschreven. Er wordt alleen niet beweerd, klimaatmodellen zijn superieur. Paleo is superieur. Nee, zo werkt de wetenschap niet. Men kijkt naar elkaar studies en kijkt wat zijn de sterke kanten, wat zijn de zwakke kanten. En iedere methode heeft zijn plussen en zijn minnen. En dat is de stand van de wetenschap op dit moment. Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn vanuit het publiek. Wat bedoel je precies met klimaatmodellen? Waar moet je dan aan denken? Nou, dat laat ik aan Marcel, die kan het voor mij goed uitleggen. Ik wil het ook doen hoor, met alle liefde. Ga je gang. Wat zeg je? Klimaatmodellen, kijk, klimaatonderzoekers, die tegenwoordig zijn ze heel vaak modellenbouwers. Hè? Dus er zijn ongeveer 30 grote klimaatmodellen in de wereld gebouwd. En die worden ook gebruikt voor de IPCC-rapporten. En dat zijn gewoon waanzinnige softwareprogramma's van 1 miljoen regels. Die zo goed mogelijk het klimaat, dus de atmosfeer, de oceaan. En het wordt steeds meer uitgebreid met de biosfeer en de ijskappen. Al die dingen proberen ze te integreren. En zoals Bart terecht opmerkt, die modellen zijn geavanceerd. Hè? Ze worden steeds uitgebreider. En bij die klimaatgevoeligheid is nou net een essentiële discussie. Die observationele methode is inderdaad heel simpel. Je zegt gewoon van nou, CO2 neemt toe. De aarde zal dan moeten opwarmen om de stralingsbalans van de aarde weer te herstellen. He, dus je werkt alleen maar met een globaal gemiddelde waarde voor hoeveel energie gaat er in de oceanen zitten, hoeveel warmt de atmosfeer op als die broeikasgassen toenemen. En daarom hoeft helemaal niet zo'n bezwaar te zijn wat ons betreft. Juist het feit dat die klimaatmodellen zo enorm complex zijn geworden, vergroot de kans dat ze op allerlei parameters van het klimaat, dat ze de mist in gaan. En dat gaan ze ook. Oké, zullen we daar even... Volgens mij was dat geen uitleg van de werking van een klimaatmodel. Maar... Dat is geen schande, maar het klimaat is waanzinnig complex. Er is een traditie van klimaatmodellen ontwerpen en bouwen door hele slimme jongens en meisjes. En daar is ongelooflijk veel gepubliceerd. En uiteraard kijkt men dan ook naar de uitkomsten, ik heb het zelf ook gedaan trouwens, naar de uitkomsten van die modellen. En vergelijkt dat met waarnemingen. En dan niet alleen de temperatuur natuurlijk, maar juist ook de oceaanstromingen, de jetstream, de straalstroom, neerslagpatronen, noem maar op. Dat is natuurlijk een kunst op zichzelf om dat te doen. Ik zeg ook niet dat die modellen de waarheid in pacht hebben, maar het is wel een hele goede methode om te kijken van, hey, kan ik die fysica van die atmosfeer en de oceaan en het land, kan ik dat met fysische formules vastleggen in een computer en daar dan mee gaan rekenen. En dat is wat gebeurt. Ik stop daar even, want er zijn nog meer vragen. Ja, sorry.
Op het moment dat ik iets belangrijk vind, vind ik het fijn om aan de veilige kant te zitten. Daarom heb ik een inhoudelijke vraag over het woord overschatten. Wat is er mis met een overschatting van de klimaatmodellen? En ik denk dat de vraag aan die kant op zijn plaats is. Op zich is er niks mis met het woord overschatten. Het is gewoon een feitelijke constatering. Het punt is dat wij bezig zijn om klimaatbeleid uit te stippelen. Men is druk bezig met Parijs, 2-graden-grens, allemaal dat soort dingen. Op het moment dat je dat beleid baseert op modellen, dan lijkt mij een relevante vraag, hoe goed komen die modellen overeen met de werkelijkheid? Want als de werkelijkheid niet zo zwart is als de modellen aangeven, dan is dat fijn om te weten, want het betekent dat je geleidelijker beleid kunt inzetten. Een laatste vraag uit de zaal. Ja, aan Marcel. U zegt zelf, het klimaat is complex. En dan noemt u de simpelheid van het observationele model als een voordeel. Waarom denkt u dat dat een voordeel is ten opzichte van andere modellen? Nogmaals, omdat je dus minder kans hebt. Hè? Bij de driedimensionale klimaatmodellen heb je zoveel verschillende parameters die je moet tunen, zoals dat heet, die je moet instellen. Dat het geheel een soort black box wordt. En hier heb je gewoon een heel transparant, simpel, het is gewoon één formuletje. Ja, het is één formule die je gewoon zo kan opzoeken. Je kunt de waardes ook opzoeken in het IPCC-rapport en dan kan je zo invullen. En dan zie je dat op basis van die waardes uit het IPCC-rapport zelf. Hè. Voor de duidelijkheid, wij gaan daarbij uit van het IPCC-rapport, hè, dus Lewis. En de aanname daarbij is zelfs dat 100% van je opwarming, vrijwel 100% van de opwarming, door de broeikasgassen komt sinds 1850. Dus het is een extreem conservatieve aanname. En zelfs dan kom je op basis van de waarnemingen op die lage schatting, die tegen de ondergrens ligt van 1,5. Maar om jouw vraag nog even af te maken, te beantwoorden. Die formule die gaat uit van behoud van energie. Hè, dus CO2 neemt toe, dan moet het systeem opwarmen. En dan zodanig dat de stralingsbalans van de aarde weer hersteld wordt. En dat zit vervat in deze simpele formule. En daarom is het toch een hele krachtige methode. Als de thermodynamica te pas komt, dan weet ik dat er altijd even moet worden opgelet. Dus ik geef even heel kort dan, die methode van Nick Lewis. De simpelheid is een kracht, maar ook zijn zwakte. Want op het moment dat je dus in één formule het hele klimaat gaat vatten, dan kun je op je klompen aanvoelen dat er heel veel factoren totaal buiten beschouwing worden gelaten. Daar komt bij dat die methode ook grote onzekerheden kent. Bijvoorbeeld als het gaat over de koeling ten gevolge van aerosolen. Daar moet je een inschatting over maken. Dat is gewoon heel erg onzeker. Dat zou je met me eens zijn, Marcel. En je hebt ook nog een antwoord gegeven op mijn constatering dat Lewis niet op 1,5 zit, maar op 1,9 inmiddels. En met een range nogmaals, het is ook wel goed als we het daarover kunnen hebben, die gaat tot 4 graden Celsius. Ja, dus dat is echt een hele hoge waarde. En zelfs Lewis, die sluit dat niet uit. En dan vraag ik me af, sluit jij het dan ook niet uit? Is het in het achterhoofd. Is het mogelijk om ons plaatje te laten zien? Want we hadden de afspraak dat we eventueel in de discussie een plaatje mochten laten zien. Julia was het toch of niet? Kan mijn plaatje, dat kunnen we er even laten zien. Bij stelling 3. Oké. Oh, dan moet je er wel helemaal uit. Het gaat om deze. Kijk, hier zie je dus. Kijk, Bart spreekt steeds over een range. En dat is uiteraard heel logisch. Want er zijn, zoals hij aangeeft, er zijn onzekerheden. Dus ook bij deze simpele methode. En die zie je aan de rechterkant. Daar zie je dus 4 ranges. Ja, en dat loopt inderdaad van 1,3, 1,4 tot aan. Nou ja, je ziet het 4 of zo. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat je in eerste instantie je beleid, of in ieder geval je, wat is nou aannemelijk dat er gaat gebeuren? En dat baseer je op je beste schatting. En je ziet dat die beste schatting zo rond de 1,5, 1,6, 1,7, dat wisselt met een aantal jaren, kan dat wisselen. Na een paar warme jaren, een paar koude jaren, dan kan het een tiende schommelen. Oké, ik parkeer toch deze discussie even naar straks, naar stelling 5. Of als we het over voorzorgprincipe gaan hebben. In ieder geval is het pleidooi aan de ene kant, dus ik wil toch naar de beste schatter, namelijk de hoogste waarde, respectievelijk het benadrukken van de range waarover je schattingen maakt.
Inmiddels is er een vochtigheidsprobleem opgelost. Dus kan Marcel verder met stelling 4. Want dat is tevens zijn laatste stelling die hij als eerste verdedigt. Dus geef gas, Marcel. Ja. Oké. Okay. In de aanloop naar het klimaatconferentie van Parijs in 2015... Hè, toen iedereen Hosanna riep omdat het klimaat gered was, hè, met het klimaatakkoord... heeft de Deense milieueconoom Björn Lomborg... die heeft een wetenschappelijke publicatie geschreven en gepubliceerd... waarin hij stelde dat het effect van Parijs eigenlijk minimaal is. En minimaal wil zeggen... Het effect van Parijs alleen, dus Parijs, hè, Parijs legt vrijwillige maatregelen, grotendeels vrijwillige maatregelen vast tot 2030. Als al die landen hun vrijwillige bijdrage ook werkelijk volbrengen, dan, zegt Lomborg, zou de aarde in 2100 misschien 500ste graad minder zijn opgewarmd. Bij lange na niet genoeg om beneden de 2 graden te blijven, als je uitgaat, zoals Lomborg doet, van de klimaatmodellen. Daar gaat hij in zijn paper van uit. En ja, Parijs is tegelijkertijd een beetje de wereld ingeslingerd als de, hè, Obama, als de redding van ons klimaat. Maar dat is dus, ja, wat ik hier, ik heb het even scherp geformuleerd, dat is echt een fopspeen. Lomborg becijferde ook dat als je na 2030 wel de maatregelen gewoon volhoudt, hè, dus wat je tot 2030 hebt gedaan, hou je de rest van de eeuw wel vol, hè, dus die windmolens die je hebt gebouwd ga je niet opeens weer afbreken, dan kan het aan het eind van de eeuw oplopen tot 0,17 graden Celsius. Maar de bijdrage is dus minimaal. En ondertussen zijn de kosten echt astronomisch. Lomborg zelf die schat het op minimaal $1000 miljard per jaar. Dat zijn niet alleen maar subsidies voor windmolens, maar dat zijn ook, dat zit hem ook in verminderde economische groei. De maatregelen zijn dermate kostbaar dat de wereldeconomie minder hard gaat groeien dan die anders gedaan zou hebben als je dat niet al die maatregelen zou nemen. En in Nederland heb ik zitten rekenen met een aantal mensen aan het energieakkoord uit 2013. En wij constateerden dat alleen al ruim 100 miljard gaan kosten. En onlangs heeft minister Wiebes gezegd dat klimaatbeleid in Nederland tussen de 1 tot 3% van het bruto nationaal product jaarlijks gaat kosten. En dat zou dan ergens tussen de 7 en de 21 miljard per jaar zijn. Dat zijn astronomische bedragen en ik ben ervan overtuigd dat er absoluut geen draagvlak voor is in de samenleving. Er is één peiling gedaan. In Nederland zijn er nauwelijks peilingen gedaan. In Amerika is er een peiling gedaan vorig jaar en die zei dat als het $75 per maand gaat kosten, dan is nagenoeg niemand in de samenleving bereid om dat te betalen. En hier hebben we het over hogere bedragen dan dat. Dus ik denk niet dat daar draagvlak voor bestaat. Ja, dan wordt hij gegooid met krankzinnige bedragen. Hoe daarop te reageren? Parijs en fopspeen. De inhoud van het akkoord is dat er overeenstemming is over het punt dat men zegt, wij willen niet dat de aarde meer opwarmt dan 2 graden en liever niet meer dan 1,5 graad. Dat is de inhoud van het Parijsakkoord. Dat gaat dus niet over de periode tot 2030. Nee, dat gaat over de hele komende eeuw. Verder zijn er afspraken gemaakt inderdaad tussen de verschillende landen. En is gevraagd aan mensen, wat willen jullie vrijwillig doen? Dat kun je een zwakte noemen van het akkoord. Maar dat was de enige manier om unaniem iedereen daarachter te krijgen. Het Kyoto-protocol hebben we ervaringen mee dat het heel lastig is om dat juridisch af te dwingen. Ik weet niet goed hoe jij in die 1% komt, Marcel. Ja, dat zou dan Lomborg zijn. Maar er zijn, als je gewoon gaat rekenen, dan is het zo dat voor 2 graden Celsius is er een reductie nodig van 23 miljard ton CO2. Om dat even in perspectief te zetten, dat is ongeveer min 35% ten opzichte van wat het zou zijn als er geen klimaatbeleid gevoerd zou worden. Ja, dus dat is wat nodig is voor 2 graden. De afspraken die nu gemaakt zijn, dus de vrijwillige afspraken, die komen uit op 9,5 tot 11 miljard ton. Dat is dus ongeveer 40 tot 50% van wat nodig is, niet 1%. Je kijkt natuurlijk gewoon naar wat is het emissiepad wat we moeten volgen om bij die 2 graden uit te komen. En in welke mate voldoen de huidige afspraken daaraan. En dan hebben we het over 40 tot 50%. Als we het hebben over de kosten, nou, daar worden echt boeken over volgeschreven. Ook heel veel discussie over. Maar voor West-Europa wordt het geschat tot 2030
En dan hebben we het over het 2-graden pad. Dus dat gaat dus verder dan wat er nu afgesproken is in Parijs. Dan hebben we het over ongeveer 33 tot 45 miljard. En dat zou dus ongeveer maximaal 3000 euro per vierpersoonsgezin zijn. Dus geen 40.000. Nogmaals, ik snap echt niet hoe je daarbij kunt komen. Onze eigen rapporten van het PBL, wij rekenen daar uiteraard ook aan. Want de ministeries die willen dat graag weten. En wij hebben berekend dat voor min 49% in 2030... dat is wat in het regeerakkoord staat, dat het ongeveer 3,5 tot 5,5 miljard gaat kosten in 2030. Over de hele periode tot 2030 2600 tot 4000 euro per huishouden. Een factor 10 lager dan Lomborg blijkbaar beweert. Dat is nog steeds een hoop geld. Dat zal ik zonder meer toegeven. En je moet ook heel goed kijken van wie gaat dat betalen. Dat gaat natuurlijk niet de huishoudens direct betalen. Maar je zult het op een andere manier moeten doen. Dan komt er nog bij dat kosten, dan moet je ook even goed bedenken, wat is de definitie van kosten? Dat gaat dus over investeringen die je gaat doen, die ook weer geld opleveren. Dus dat per definitie ten koste gaat van je economische groei, dat is absoluut geen uitgemaakte zaak. Sterker nog, er zijn veel studies laten zien dat het juist extra groei oplevert. Punt. Ik zie 1, 2 handen achterin. En nog een hand op de zijkant. Een rapport van de Algemene Rekenkamer van 2015 geeft aan dat de kosten voor het energieakkoord ongeveer 50 miljard gaan worden. Nee, sorry, 70 miljard. En dat de doelen nog niet gehaald worden met de middelen die daarvoor gepland zijn. En dat er dus 70 miljard zal moeten worden. Daarnaast komen er extra kosten bij voor aansluiting op zee en netwerkverzwaring, et cetera. Pak dat rapport van 2015 en je zult het zien. Een ander rapport. Wat is de vraag? Wat is de vraag, ja. Nou, jij noemt het krankzinnig. En dan begin ik voorzichtig gezegd even wat te borrelen. Want ik ben journalist en ik hou me toch regelmatig bezig met deze zaken. Oké, dus de vraag is, leidt het terug naar dat 2015? Een ander rapport. Waar je het net over had, over de opwarming. Er is een rapport van het KNMI uit 2011, waarin ze aangeven dat over de periode 2003 tot 2011 er geen opwarming heeft plaatsgevonden. Sorry, maar nu gaat u af van het thema. Terug naar deze kostenfactor. En is dat rapport uit 2000, of die schatting van 2015 relevant? Hij lijkt mij heel erg hoog. Ik bedoel, ik wil het graag naast ons werk zetten. Stuur het mij toe. De Algemene Rekenkamer staat bekend als een club die het graag wat minder rooskleurig wil voorspiegelen. En het is wel zo dat je natuurlijk het op een slimme manier moet doen. En nogmaals, ik weet niet of dat rapport er rekening mee houdt, maar op het moment dat je investeert in, laat me even uitspreken, op het moment dat je investeert in, wat zegt u, de SDE-subsidies. Oké. Maar die tellen niet op tot 70 miljard. En die zijn zeker niet al bekend tot 2030. Ik werk zelf aan de SDE. Maar goed. Ik zou u aanraden informatie uit te wisselen in ieder geval. Ja, gaan we doen. Dat lijkt me verder dan wel eens niet als nu. Sorry, nee. De debatleiding is niet bij u. Het spijt me zeer. I hope I can ask the question in English. It's just a general question. If you have a calculation for how much it costs to prevent it, is there also a calculation how much it costs if you don't act at all? I mean, that costs as well if you have to. If the climate is changing, if you assume that, and we don't act on the climate change in some ways, does it cost as well? And what is the relation to that? Ja. Ik heb de vraag niet helemaal meegekregen. Nou, wat hij zegt is, wat belangrijk is dat je ook de schade moet meenemen die je voorkomt doordat je klimaatbeleid voert. En dat is natuurlijk een goed punt. En ook daarover zijn natuurlijk veel studies uitgebracht. Die proberen daar getallen aan toe te kennen. En dan zie je dat, zeker op termijn, de schade vele malen groter zal zijn dan de kosten van het klimaatbeleid. Bijna unaniem zie je dat terug in de literatuur, denk ik. Dat is ik kan nog heel even de gelegenheid geven voor we dit thema alweer moeten gaan afsluiten. Er is duidelijk een factor 10 verschil in de kosten per gezin. Ja. Is er nog een kleine toelichting op? Snap jij waar dat vandaan komt? Nou ja, kijk, dat rapport van de Algemene Rekenkamer, dat ken ik heel goed hoor. De 58 miljard, en dat was niet genoeg, moest er nog 12 bij. Dus die 70 van de Algemene Rekenkamer staat al. En dan heb je het alleen over
dat stukje SDE+. Daarom komen wij in onze studie al op boven de 100 miljard voor alleen het energieakkoord. En dan richt je op de doelstelling voor 2020 en 2023. Als je doorgaat naar 2030, 2040, 2050, kom je echt op een paar honderd miljard. Huizen moeten van het aardgas af. Nou, dat leeft hier als geen ander. Dat kost 15.000 tot 25.000 minimaal per huishouden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uitbreiding van het netwerk. Dus de kosten zijn echt astronomisch, ook in Nederland. Ja, in Groningen is dat een gevaarlijk discussiepunt. Want daar zal misschien ook het punt van kosten van doorgaan met aardgasgebruik een rol kunnen spelen, niet? Ja, absoluut. Ja, nogmaals, het is ontzettend belangrijk hoe je kosten definieert. En als je zegt van, we moeten allerlei investeringen doen. Dan zeg ik ja, wij hebben zelf ook samen met de banken trouwens een studie gedaan waarin we hebben gekeken wat zijn de investeringen die nodig zijn in de toekomst. En dan kom je inderdaad uit op bedragen van 250 tot 300 miljard in de periode 2020-2040. In die studie ging het vooral over financierbaarheid. Want daar moeten natuurlijk leningen voor verstrekt worden. En kunnen de banken dat? Dat was de discussie daar. Maar het geeft aan dat het over enorme bedragen gaat. Het gaat er alleen om, een economie kent investeringen die een return of investment hebben. En uiteindelijk gaat het erom wat er netto onder de streep uitkomt. Het genereert ontzettend veel werkgelegenheid. Het genereert ook een schonere lucht trouwens. Dat is ook een prettige bijkomstigheid. Het genereert ook minder aardbevingen in dit gebied. Ook niet onbelangrijk. En het levert dus ook heel erg veel op. En de balans, zeg maar, hoe wat dat uiteindelijk betekent voor de economie. Als ik kijk naar de IPCC-rapporten, dan is de consensus dat dat misschien een paar tiende economische groei per jaar zou kunnen kosten in het slechtste geval en meestal minder. En dat zijn dan de kosten onder de streep. Maar wat veel belangrijker is natuurlijk dat het een enorme inspanning vergt om die hele economie te herstructureren op een manier dat die duurzaam wordt. Dat is eigenlijk de uitdaging en volgens mij niet zozeer de kosten. Goed, ik sluit hier dit thema mee af. Komen wij op een begrip wat wij nog helemaal niet gehoord hebben vandaag. Dat is nog zorgvuldig uit de discussie gebleven. En dat is het klassieke woord voorzorgprincipe. Ik geloof niet dat ik dat voor iemand hoef uit te leggen. Maar in ieder geval, als dat wel nodig zou zijn, ik zie geen bevestigende gezichten. Bart, aan jou de stelling om het principe van klimaatbeleid en voorzorgprincipe al dan niet met elkaar te verbinden. Ja, nou ja, op zich is dat voor de hand liggend. Geen 3 minuten voor nodig, denk ik. Het punt is nogmaals dat de stand van de wetenschap impliceert, helaas moet ik zeggen, dat die klimaatgevoeligheid niet goed kan worden begrensd. Ik heb al gezegd, 1,5 tot 4,5 graden met een kans van 2/3, misschien zelfs nog hoger. En ik zou het heel fijn vinden als we wisten wat het zou zijn. Maar daarvoor is het systeem simpelweg te complex. En Marcel is veel zekerder van zijn zaak. Hij zegt van, nee hoor, dat is 1, denk ik, of 1,5. Ik weet het niet precies, Marcel. Terwijl ik denk van, ja, daarop voer je geen beleid. Je gaat niet beleid voeren op die paar studies die zeggen dat het laag is. En dan nog, ik herhaal het nog maar een keer, dan nog, zelfs al zou je dat doen, dus ik zou me baseren op meneer Lewis, dan nog kan dat leiden tot met een reële kans, met een reëel risico. Hè, in beleid, waar ik natuurlijk veel mee te maken heb, werk je met risico's, kan dat leiden tot vergaande klimaatveranderingen. Bij de klimaatgevoeligheid die Nick Lewis aangebruikt, zou je kunnen uitkomen op 3,3 tot 4,7 graden in 2100. Nou, bij dergelijke temperatuurstijgingen heb je echt een wereld die er totaal anders uitziet. En ik hoop, Marcel, dat je gelijk hebt en dat in de toekomst blijkt dat het klimaatsysteem minder gevoelig is. Of in ieder geval dat we het beter kunnen pinpointen aan de lage kant, want daar gaan we het over gaan. Dat we die range kunnen versmallen. En dan hebben we dus te veel beleid gevoerd. Dan denk ik van, ja, hoe erg is dat dan precies? Want dat heeft dan geleid tot een duurzame samenleving met allebei komende voordelen. Bijvoorbeeld dat we minder afhankelijk zijn van olie in het Midden-Oosten. Minder afhankelijk zijn van gas hier onder de grond. Noem maar op. En een schonere lucht, elektrische auto's. Dus dan is dat denk ik geen onoverkomelijk probleem. Nou, mooi binnen de tijd. Goed, hè? Kijk, dames en heren, laat voorop staan dat vaak in deze discussie wordt de scepticus in de hoek gedrukt van, hey, je hebt niet het beste voor met je kinderen en je kleinkinderen. Ik heb ook 2 kinderen. En uiteraard wil ik ook dat die kinderen straks nog een toekomst hebben. En er is op zich niks mis met het voorzorgprincipe,
mits dat goed wordt toegepast. En ik zou even de vergelijking willen maken met artsen. Ik weet niet of er artsen in de zaal zijn, maar ik denk artsen, die maken dit dagelijks mee. He, een patiënt met een extreme verkoudheid die maar niet overgaat. Een arts die gaat afwegen, ga ik de patiënt antibiotica geven, ja of nee? Dat is dus nadenken over het voorzorgprincipe. He, want enerzijds kan het de patiënt helpen om sneller van die vervelende hoestverkoudheid af te komen. Maar anderzijds denkt die arts, ja, als ik te veel patiënten onnodig antibiotica geef, riskeer ik op langere termijn antibiotica-resistentie. Dus artsen, en dat geldt voor heel veel beroepen waar risico's spelen, zijn dagelijks bezig met dit soort kwesties. Bij klimaat wordt het voorzorgprincipe helemaal verkeerd, laat ik het zo zeggen, eenzijdig gebruikt. De redenering is heel simpel. De toekomst van het planeet staat op het spel. Er is een kans dat het mis kan gaan. Dus moeten we alles uit de kast trekken om dat te voorkomen. Die manier van toepassen van het voorzorgprincipe gaat volledig mank. Net als bij die arts en die patiënt moet je afvragen, oké, prima, we gaan het voorzorgprincipe toepassen. Maar wat is het eventuele nadeel van mijn ingezette beleid? Die operatie, misschien is de patiënt zo zwak dat hij de operatie niet gaat overleven. Dan ga ik toch maar niet opereren. En in dit geval heeft deze patiënt aarde. Wilbo Ockels, vlak voordat hij overleed, zei op Terschelling nog, de aarde heeft kanker. Maar wat mij betreft, de aarde heeft een verkoudheidje of zo. Ja? Dus wat wordt ons klimaatbeleid? Gaan wij chemokuur toepassen? Dus hoe stringent is het beleid? Met andere woorden, wat zijn de kosten en de baten, niet alleen van de mogelijke klimaatverandering, maar ook van je ingezette beleid? En dan denk ik dat op dit moment dat het middel erger is dan de kwaal. Dus het ingezette beleid is zo kostbaar. En de opbrengsten daarvan, ik heb bij het regeerakkoord berekend dat 49% CO2-reductie geeft 3/10.000ste minder opwarming in 2100. Dat is omdat Nederland een druppel op een gloeiende plaat is. Maar het zijn wel de feiten waar we het over hebben. En daar moeten we een paar honderd miljard tegenaan knallen, die we nu ook in de zorg of in het onderwijs of op andere plekken in de samenleving. En dat debat wordt veel te weinig gevoerd. Dank u. Deze medische analogie wil ik eigenlijk toch wel even afkappen. Ik vind die te ingewikkeld en voor een deel ook niet gepast. Enige kennis over antibiotica en bacterieel gebruik is dan heel hulpzaam. Nou, dus laten we die terzijde schuiven. Analogieën kunnen soms even over het doel heen schieten. Ik wil eigenlijk de zaal vragen of er vragen zijn over het voorzorgprincipe. En die zijn er. Goedenavond, ik heb even een vraag voor de heer Krok. Volgens mij gaat het erom dat we nu aan het begin staan van een opwarmingsperiode die over 30 tot 50 jaar echt grote problemen zal laten zien. Dus die hebben we nu nog niet. In die zin is die discussie ook over nu is minder relevant. De heer Krok heeft het over, de aarde heeft een griepje. Nou, het is wel een griepje met een koorts die alsmaar hoger wordt. Dus het is niet een griepje, dat is een levensbedreigende situatie op termijn. En ik was op de Schelling bij Wim Brokkels toen hij dat zei. En hij bedoelde wel even iets anders. Ik wil graag vragen of de heer Krok gelooft in een voortdurende opwarming die niet stopt als wij er niks aan doen. Ja, want zoals ik liet zien is er klimaatgevoeligheid en die is 1,6, dus daar in de buurt. Dus dat betekent dat als er meer broeikasgassen bijkomen in de atmosfeer, dat er opwarming zal plaatsvinden, dus ja. En verder mochten we de analogie met medische zaken niet meer gebruiken, volgens mij. Goedendag, ik heb een vraag voor meneer Stengers en de vraag luidt. Meneer zegt dat het bijna 11:55 eigenlijk niet is. Wanneer denkt u dat het 12:00 wordt? Ik zit even te twijfelen hoe ik deze vraag beantwoord. Als persoon, zeg maar, of meer als wetenschapper. Wat ik steeds benadrukt heb hier is, er is nog steeds veel onzekerheid. En dat is geen geruststelling, dat is juist een probleem. Liever zou ik hebben dat het duidelijker was. En daaruit volgt dat
En Marcel ontwijkt dat eigenlijk steeds een beetje. En dat vind ik jammer. Maar dat zelfs de methode die op lagere waardes uitkomt nog steeds een reëel risico in zich herbergt dat de klimaatverandering echt volkomen uit de hand loopt. En dan, in dat geval, is het nu al 1 voor 12 wat mij betreft. En moet er dus heel snel worden ingegrepen. Marcel zegt ook, het wordt gebaseerd op klimaatmodellen, dat klimaatbeleid. Dat is niet zo. Dat wordt gebaseerd op de totale kennis die we hebben. Tenminste, het is niet mijn ervaring dat dat zo is. Laat ik het zo formuleren. Die klimaatmodellen worden wel degelijk gebruikt om vast te stellen van, hey, hoeveel CO2 kunnen wij nog uitstoten, of broeikasgassen, opdat de kans dat het binnen 2 graden blijft 1/3 is. En dat is dan gedaan op basis van klimaatmodellen die iets gevoeliger zijn dan de methode die Marcel omarmt, maar nog altijd perfecte range weergeven. En dan zeggen we 2/3 kans. Hè? Dus al 1/3 kans dat het wordt overschreden. Dus er wordt helemaal niet zo rigoureus gezegd van, nou, dat moet 100% zijn of 99%. Nee, 2/3. En dat is waar we nu het beleid op baseren. Op basis daarvan bepalen we het carbon budget. Dat is ook wat in Parijs dan de inzet is. Hoewel in het Parijsakkoord, Marcel, staan geen getallen, hè, in die zin. Het is meer de interpretatie van het akkoord om het uiteindelijk handen en voeten te kunnen geven. Moet je wel kunnen zeggen van, hey, wat moeten dan de emissies worden in de komende 100 jaar? Laat het iets meer zijn, iets minder. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Het gaat erom dat het hard omlaag moet. Dat is in de tweede helft van deze eeuw op nul moet zitten of zelfs negatief moet worden, die emissies. Dus wetenschappelijk gezien is het moeilijk aan te geven of het 5 of 1 voor 12 is. Omdat ja, die kennis er dus nog steeds niet is, helaas, nogmaals. Maar we wel nu moeten in actie moeten komen. Dat is natuurlijk het probleem. Je kan gaan zitten wachten. Maar ja, op het moment dat we het weten, zijn we te laat. Dat is gewoon het dilemma waar het beleid zich voor gesteld ziet. Goed. Nog een laatste reactie uit de zaal. Ja, ik had een vraag voor beide heren eigenlijk. Voorzorg gaat ervan uit dat je het in de hand hebt. Maar professor Kronenberg beweert dat de mensheid helemaal niet in de hand heeft wat er met de aarde gebeurt. Dat die aarde gewoon zijn eigen gang gaat. Wat is daarop uw reactie? Ja. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon waard als een koe. Het lijkt me duidelijk dat de maakbaarheid zijn grenzen kent. Maar tegelijkertijd proberen we met alle intelligentie die we hebben op deze aardbol, mensen zijn ook heel intelligent, proberen we toch te kijken van, hey, wat is onze invloed en wat kunnen we daar eventueel aan doen? Uiteindelijk zijn wij ook maar mensjes die op deze aarde rondlopen en op een zeker moment met z'n allen uit zullen sterven. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Maar dat is voor nu niet zo relevant. We moeten nu kijken, waar staan we nu als mensheid? En wat kunnen we doen met elkaar? En daar ben ik dagelijks mee bezig. Mag ik één korte reactie op Bart geven? Want Bart die vindt het jammer dat ik steeds niet ergens op reageer. Uh-huh. Dus dat ga ik nu even doen. Bart die legt heel erg de nadruk op die ranges. Hè? En die ranges, zo'n kansverdeling die zegt van, ja, het kan, hè, klimaatgevoeligheid kan laag zijn, maar het kan ook hoog zijn. Helemaal correct. Kijk, het mooie van klimaat, en het sluit ook een beetje aan bij de vraag van die meneer. Het mooie van klimaat is toch dat het iets van de lange tijdschaal is. Er wordt heel vaak in dit debat wordt gezegd, ja, maar dan zijn we te laat. Hè? 2030, dan zijn we al te laat. Nou, ik denk dat dat echt een verkeerde voorstelling van zaken is. Want voordat die schatting van klimaatgevoeligheid, die ik net liet zien, structureel omhoog gaat, moet je echt versnelde opwarming krijgen. Dus je kunt echt adaptief beleid toepassen bij klimaatverandering, zowel op het gebied van adaptatie, je aanpassen aan klimaatveranderingen, maar ook in het tempo waarin je de fossiele brandstof wil afbouwen. Nu ziet het er nog niet zo zorgwekkend uit, dus je hoeft geen paniekvoetbal te spelen. Maar stel dat we nu de komende 10 jaar versnelde opwarming krijgen, nou, dan gaan de schattingen voor klimaatgevoeligheid ook omhoog. En dat betekent dus dat het probleem urgenter wordt. En dat je sneller zal moeten schakelen. En ik vind het een beetje jammer dat het altijd zo zwart-wit wordt geschetst. Nou, misschien wordt het in jouw ogen zwart-wit geschetst. Dat is absoluut niet mijn ervaring. Dus wij proberen dagelijks berekeningen en scenario's te maken waarin we juist een overgang proberen te bedenken die niet disruptief is voor de economie, die juist op een manier gaat waardoor de economie gespaard blijft, dat we als mensheid kunnen blijven doen wat we doen. Dus als je het langer uitstelt, dan zou je steeds harder omlaag moeten gaan, dan zal het steeds moeilijker worden. Dat is de. Kijk, hier hebben we nou toch weer het brugje naar mijn laatste stelling. Heel mooi geformuleerd.
En we wouden wat positief in ieder geval deze discussie proberen in te steken door het op een positieve manier te formuleren. En Bart is degene die hier aftrapt. Afbouwen van het fossiele energiegebruik geeft nieuwe kansen aan de economie. Daar kan ik me volledig achter scharen. En die nieuwe kansen zitten natuurlijk in al die sectoren die bijdragen aan de oplossing. Dus dan hebben we het over windenergie, over zonne-energie, over inderdaad ook de gebouwde omgeving waar Mars het over heeft, dat inderdaad kostbaar is om die te verduurzamen. Het genereert ontzettend veel werk bij de installateurs, bij de producenten. En ik denk ook heel veel investeringen die dus gewoon gedaan worden in onze eigen economie. Door het aankopen van olie en gas uit het buitenland. Ja, dat is eigenlijk geld wat uit je economie verdwijnt. Terwijl als je het in je eigen economie kunt houden, is dat eigenlijk alleen maar positief. En leidt dat tot versterkte groei. De OESO, ook niet de eerste de beste club, die heeft halverwege vorig jaar een rapport uitgebracht. En die zeggen, investeren in klimaat is investeren in groei. En vooral omdat de hele infrastructuur, zoals we die nu kennen, een behoorlijk achterstallig onderhoud heeft. En daar kun je dus meteen de stap maken naar een verbeterde infrastructuur en een stuk groener. En zij zeggen zelfs in 2050 kan je zelfs een extra groei van 3% genereren. Natuurlijk zijn er ook verliezers in het hele verhaal. Ik bedoel, dat zal ik niet ontkennen, want dat is een hele operatie. En dus zullen mensen ook andere dingen moeten gaan doen. Maar goed, dat is iets wat we in de ontwikkeling van de mensheid wel vaker gezien hebben. Toen de computers kwamen, werden de typmachines overbodig. De koetsenbouwers werden ook overbodig toen de auto's kwamen. Noem maar op, weet je. Er is sprake van ontwikkeling. De steentijd hield niet op door gebrek aan stenen. Nee, de fossiele tijdperk houdt niet op door gebrek aan steenkool. We hebben nog ontzettend veel steenkool. En als we dat allemaal verbranden, dan hebben we een paar duizend ppm in de atmosfeer. Dat is jargon, geloof ik. Maar dat is een hele hoge concentratie aan CO2 die echt een probleem gaat opleveren. Okay. Daar laat ik het maar even bij. Dankjewel. Zie jij positieve kanten aan Kijk, deze afbouw? De stelling zoals nu geformuleerd is, zou ik zeggen, luchtfietserij. Dat is een hypothese. En die hypothese zou je moeten onderbouwen met bewijs uit de samenleving. Duitsland is ons gidsland. Met de energiewende lopen ze ver op ons voor. Denemarken, ook een land wat veel verder is dan wij met windenergie. Duurzame energie in het algemeen. En wat zien we? Die landen hebben de hoogste elektriciteitsprijzen van Europa. En in Duitsland begint het nu echt te kraken. Dus de industrie begint daar te mopperen. De burgers beginnen te mopperen over de hoge prijzen. En Mark Rutte, andere politici praten graag over groene economie, groene banen en dat soort dingen. Dat klinkt natuurlijk mooi. En ik sluit ook niet uit natuurlijk dat aandacht voor klimaat en leidt tot innovaties die daadwerkelijk economische groei geven. Maar wat we tot nu toe zien in Duitsland, Denemarken, ook in Spanje, is vooral publiek geld onttrekken uit de economie en daarmee groene banen creëren. Natuurlijk, dat kan iedere politicus. En ik zeg ook niet dat je dat per se niet hoeft te doen, maar de indruk wordt daarmee gewekt dat dit gewoon een gemakkelijk klusje wordt, een pijnvrij klusje. En dat is gewoon een misleidende stand van zaken. De uitdaging waarvoor we staan, en ik had daar ook een plaatje bij, wat we straks misschien nog kunnen zien, die is gewoon gigantisch. Men wil in 2050 of tenminste in 2090 of zo volledig van de fossiele brandstof af. Dat betekent dat er jaar na jaar na jaar een gigantische hoeveelheid fossiele brandstof vervangen moet worden door een andere vorm van energie. Maar die andere vorm van energie is op dit moment een duurdere vorm van energie. En dat leidt dus niet tot groei voorlopig, maar dat leidt tot krimp. En met z'n allen kunnen we het daarover eens zijn dat we dat toch moeten doen. We leven in een democratie en ik ben wat dat betreft democraat genoeg om te zeggen, als de meerderheid het wil, nou prima, soit, dan gaan we dat op die manier doen. Maar ik heb niet het gevoel dat de meerderheid van de samenleving nu doorheeft wat voor gigantische klus ons te wachten staat. Mensen als Marjan Minnesma die zeggen, 2030 kunnen we volledig klimaatneutraal zijn of volledig duurzaam zijn. Dat is volkomen sprookje.
Ja, dat is dus daarmee krijg je straks, als je het daadwerkelijk in je portemonnee gaat voelen, krijg je gewoon gigantische weerstand in de samenleving. Laten we eens peilen in de zaal hoe het ermee staat. Is er, hoe denkt de zaal hierover? Maar over? In de vorm van, we zijn in feite hiermee, wat mij betreft, ronden wij de stellingen af. En is dit het aanzetpunt voor de algemene discussie? En ik denk dat het een goed startpunt is. Wat heeft men eigenlijk over voor het klimaatbeleid om daar zelf aan bij te dragen en te investeren? Ziet men dat zitten? Ja, ik wil graag even ingaan op het punt dat de heer Krok zegt dat het allemaal te duur is. We hebben te maken met voorraden olie die gewoon steeds kleiner worden. De grootste velden zijn gevonden en het is heel moeilijk om nieuwe velden te vinden. Dus die olieprijs die wordt, als we er niks aan doen, alleen maar hoger. En zoals de meeste mensen wel weten, is de prijs van zonnepaneel is in 30 jaar tijd 100 keer zo goedkoop geworden. En dat geldt ook voor wind. De heer Krok praat over heel veel uitgaven aan wind. Nou, er was geloof ik miljarden was er gereserveerd om de nieuwe windpark op zee te bekostigen. Maar in 3-4 jaar tijd is die kostendaling zo groot geweest dat het amper geld kost nu voor de overheid. Dus dat is een neerwaartse trend in de kosten voor renewables en een opwaartse trend in de toekomst voor olie en gas. Dus wat meneer Krok zegt, met alle respect, ik ben een prijsexpert, ik heb internationale gascontracten gedaan, dat is gewoon niet waar wat u zegt. Het eerste windpark subsidieloos is aanbesteed. Dus, Over welk windpark hebben we het? Er is een windpark bij, er is net een aanbesteding van geweest. Daar heeft Kamp van gezegd dat er geen... Dat was bij Borselen. Maar ik heb het nu over windpark Zuid 1 en 2. En dat is, dat is onlangs... windparken noemen, maar het is een windpark. Nee, maar... Daar is gewoon de aanbesteding, de aanlanding van de stroom, ja, de klopt. Is uit de aanbesteding klopt. Gehaald, waardoor er gezegd werd dat er geen subsidie voor nodig is. En dat is natuurlijk een sigaar uit eigen doos, want dat gaat TenneT betalen. Dus dat het goedkoop is, dat is niet waar. En dat het geen subsidie nodig is, is ook niet waar. Wat wel waar is, en dat is ook wat die meneer net zei, is dat de kosten van wind ongelooflijk hard zijn gedaald. Veel harder dan de meeste experts hadden voorzien. En dat geldt ook voor zon. En het is wel degelijk zo dat die laatste parken... Mag ja? ik ook even? Okay. De bruikbaarheid van windenergie is sterk beperkt. Dus wat dat betreft is dat een heel groot probleem. U heeft een statement gemaakt. Ik wil graag nu toch het antwoord horen. Of was het al afgerond? Nee, dat is afgerond. Ik wil nog wel even reageren. Kijk, als die olieprijs... Kijk, een paar jaar geleden zou de olieprijs naar $200 gaan. En wat gebeurde er? Hij zakte juist helemaal in elkaar. Het kan best zijn dat u gelijk heeft en dat de olieprijs de komende... Oké, maar het kan best zijn dat de olieprijs de komende 10 jaar, 20 jaar wel degelijk omhoog gaat. Volgens mij is het echt nog steeds de vraag, omdat er ook... mega veel olievelden, nieuwe olievelden worden gevonden wereldwijd. Maar goed, kijk, dat is fantastisch aan de wereldwijde economie. Als die olieprijs daadwerkelijk stijgt, dan worden die duurzame bronnen vanzelf kunnen concurreren in de markt. He, ik ben helemaal niet op tegen dat wind op zee heeft inderdaad een spectaculaire kostendaling doorgelopen. Dat moeten we met z'n allen koesteren. Ja, dat is fantastisch hoe dat naar beneden is gekomen. Dat het echt subsidievrij is, dat vind ik nog te voorbarig. Omdat de verborgen kosten van wind op zee niet echt duidelijk zijn. Op het moment dat er geen wind is, dan verwachten we wel dat de kolencentrale gaat leveren of de gascentrale gaat leveren. Die backup centrales die gaan minder rendement maken. En die rendementsverliezen van die backup centrales die zijn nog onbekend. Maar die moeten we ook met z'n allen betalen. Dus dat issue is er nog wel degelijk. Mag ik nog even reageren? Wat betreft de olieprijs, ik vraag hem ook af inderdaad. Het probleem is volgens mij eerder dat er te veel olie is. Dan hebben we het ook over schaliegas trouwens en over teerzanden. Dus er is nog, denk ik, ontzettend veel en de kolen al helemaal. Dus het probleem zit volgens mij niet zozeer in te weinig olie, maar eerder in te veel. En zeker als de energietransitie doorzet, dan krijgen we zoiets als de stranded assets. Oftewel een hoop olie en gas en noem maar op wat nog in de bodem zit, gaan we er dus niet uithalen. En dat vinden de Shells van deze wereld natuurlijk heel, heel vervelend. Mede en met hun de aandeelhouders. Dus dat is eerder een probleem, omdat dan ook nog eens een keer die prijs zal dalen. Want de vraag wordt immers minder.
Als het gaat over die backup waar jij het over hebt, Marcel, dat is inderdaad een punt. Op het moment dat je natuurlijk steeds meer wind hebt en zon, dan zul je dus ook iets moeten op die momenten dat het niet waait, of omgekeerd dat het wel waait en je het niet nodig hebt. En daarover wordt natuurlijk ontzettend veel en hard nagedacht. Ik zit dagelijks aan tafel met de industrie en de ministeries om over dit soort dingen na te denken van hoe gaan we dat aanpakken. Maar ook daar zie je enorme ontwikkelingen. Batterijprijzen dalen ontzettend hard. Er is zojuist een routekaart waterstof-economie uitgekomen. Je kunt stroom omzetten in waterstof als intermediair. Noem maar op. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om daarmee om te gaan. En ingenieurs die likken hun vingers daarbij af trouwens. Ik spreek regelmatig met die mensen. En die vinden dat buitengewoon interessant om de smart grids te ontwikkelen waarmee we dit probleem kunnen aanpakken. Ik wil achter de zaal, ja. Ik heb een vraag, nou eigenlijk ook een observatie, maar ook een vraag. Als toehoorder hoop je toch dat er een wetenschappelijk debat plaatsvindt. En aan het begin van het debat klonk het ook wetenschappelijk als in. Er zijn twee heren die geloven dat er verschillende methodes kunnen worden gebruikt om de klimaatgevoeligheid te bepalen. En daar zijn we het uiteindelijk over oneens. Maar bij stelling 4 lijkt het toch dat ze het niet alleen oneens zijn over hoe ernstig de kwaal is, maar ook hoe ernstig of hoe heftig het middel is. En als toehoorder denk ik dan, maar dat zijn twee redelijk onafhankelijke punten waar deze twee heren het heel toevallig over oneens zijn. Dat lijkt bijna niet meer wetenschappelijk. Snappen jullie wat ik bedoel? De een zegt, het is een heel groot probleem en het kost relatief weinig om het op te lossen. De ander zegt, het is een heel klein probleem en het is enorm kostbaar om het op te lossen. Zien jullie ideologie bij elkaar? En zo ja, welke? Ja, ik vind het een heel prettige vraag, want dit is langzaam tijd voor wat reflectie. Er zit, dat heb ik ook geobserveerd, ook bij een aantal mensen in de zaal, er zit een soort lijn in alle argumentatie. En die gaat of allemaal die kant op, of allemaal die kant op. Dat kan, daar heeft u helemaal een goed punt, dat zou haast niet waar kunnen zijn. Marcel, kijk eens naar jezelf. Naar mezelf of naar Bart? Nee, naar jezelf. Naar mezelf? Ja, ja. Ideologie? Nee. Ik zou niet bij mezelf zeggen dat ik zeg maar ideologie in de zin van vrije marktfundamentalist of weet je, dat soort dingen. Ik denk dat Bart en ik allebei wel heel erg bezig zijn met waarheidsvinding en proberen te begrijpen waar gaat dit nou over. Maar ik was ook verbaasd om te, ik bedoel, die paper van Lomborg over Parijs, dat is gewoon een peer-reviewed gepubliceerde paper. Nou, hij komt met schattingen die gewoon een factor 10 andere kant. En ik kan op dit moment ook niet hier en nu verklaren waarom we daar zo haaks op elkaar staan. En ik ben met Lomborg ook ik communiceer zo nu en dan met hem via e-mail. Dus dat zijn ook echt typisch dingen die ik na deze avond op wil pakken. Om te zeggen van, nou, hoe kan het nou dat we daar zo een factor 10 van elkaar verschillen? Want dat, ja, je moet uiteindelijk wel, wij hebben samen Climate Dialogue gedaan, dames en heren. Dat was een project van het ministerie waarin we probeerden klimaatsceptici en mainstreamers met elkaar in dialoog te krijgen. En Bart en ik runden dat platform. En ja, daarin was het soms ook verbijsterend om te zien dat wetenschappers die allebei echt een hoge H-index hebben, echt gewoon lijnrecht tegenover elkaar stonden en ook geen millimeter dichter bij elkaar kwamen. En dan probeer je alleen maar duidelijk te maken, waarover zijn ze het eens, waarover zijn ze het oneens en waarom zijn ze het oneens. En ik ben het met je eens dat in die korte tijd, die 3 minuten, dat het niet gelukt is om precies de vinger erop te krijgen, op te leggen van, ten aanzien van Parijs. Waarover zijn we het nou precies oneens? Het zijn meerdere punten waar je het oneens bent. En toevallig ook de twee groepen. Dus het is niet één punt waar je het op oneens bent. Waarom is het toevallig dat jij ook ziet dat de kosten veel hoger zijn dan Bart? Nee, sceptici met jou ook. Nee, dat klopt. Kijk, dat klopt dat je krijgt. En dat is denk ik een logisch gevolg van de manier waarop je over het probleem nadenkt. Als je tot de conclusie komt van, hey, klimaatverandering lijkt een zeer behapbaar fenomeen. Maar ondertussen zijn we echt mega veel geld. Hè? Dus dan heb je de neiging om heel kritisch te kijken van, ja, maar hoeveel gaat het beleid wel niet kosten? Terwijl iemand die erg bezorgd is over de klimaatverandering zelf, die is geneigd om
Ik begrijp wat je wil zeggen, dat een zekere confirmation bias is niemand vreemd. En dat zie je dan inderdaad terugkomen in dat als je niet zo zorgen maakt dat je heel kritisch bent op het beleid, en als je je wel veel zorgen maakt dat je juist heel voorstander van bent van beleid en dat je de kosten hoog van de verandering zelf hoog inschat. Bart, dat neem je mee. Uitstekend. Ik moest naar mezelf kijken. Hey. Maar ik werk dus voor het Planbureau voor de Leefomgeving. En wat we daar proberen te doen, is op basis van alle wetenschappelijke kennis die er is, zinnige adviezen geven en berekeningen doen. En wat Marcel doet, is rapporten schrijven en eigenlijk niet publiceren, wat ik heel jammer vind. Ik denk dat het goed zou zijn als hij dat wel zou doen. En Lomborg ook trouwens, de publicatie die je aanhaalt is in een tijdschrift verschenen waarvan ik iets heb van ja, die heeft een index die ontzettend laag is. En doe het in de betere tijdschriften. Maar in ieder geval, wij als instituut, zeg maar, proberen steeds de interface te zijn tussen enerzijds de wetenschap en anderzijds het beleid. En dan te kijken naar de volle breedte. En als we teruggaan naar dat wetenschappelijke dispuut, dan nogmaals, denk jij heel erg zeker te zijn van een klimaatgevoeligheid? Dat is hem gewoon. En waarom zien die anderen dat toch niet? Dan denk ik van ja, oké, dat mag je vinden, dat is prima. En je mag ook je argumenten aanvoeren daarvoor. Maar publiceer daar ook over in goede tijdschriften. Dat zou mijn advies zijn. En wat jij meer doet is steeds die polarisatie opzoeken. Dat vind ik jammer. Ik denk van kom, laten we gewoon samen kijken van hey, wat is nu de beste antwoord op het probleem wat we voor ons zien. En overigens hebben we uitstekend samengewerkt in dat project. Daar lag het niet aan. Terwijl ik was blij dat van tevoren te horen. Toen dacht ik, nou, ik durf toch wel in het midden te gaan staan. Ik wil trouwens nog enige relativering aanbrengen over het wetenschapsbedrijf en de peer-reviewed stukken. Er zijn heel erg slechte, ontzettend goed peer-reviewed stukken verschenen in de loop van de geschiedenis. Ja. Thomas Kuhn heeft geschreven dat paradigmawisselingen voornamelijk plaatsvinden door pensionering of overlijden. Kortom, dat wetenschappelijk veld dat heeft zo zijn strubbelingen. Wat absoluut waar is, dat als je niet probeert je argumentatie zo scherp mogelijk en zo kritisch mogelijk neer te zetten en ter beschikking te geven aan anderen om daar naar te kijken, komt het debat niet verder. Precies. En dat is denk ik een van de kenmerken van een goed debat, is dat je probeert het materiaal zo helder mogelijk uiteen te zetten. Ik denk dat dat voor een paar punten vandaag inderdaad niet gelukt is, dat we gewoon met tegenstellingen zaten die we niet verhelderd hebben gekregen. Dat is gewoon zo. En mijn advies zou zijn in ieder geval aan de heren, ja, daar moeten jullie toch eens nog iets een keer aan doen. Hoe kan dat nou? 40.000, 4.000, waar zitten we? Er is nog ruimte genoeg voor wat indringende vragen uit de zaal. Er is hier een meneer op de eerste rij, die wil ik niet over het hoofd zien. Ja. Ja, ik heb het zo aangehoord. Ik heb me een beetje voorbereid. Is die aan? Dus ben te staan. Ik ben een beetje in de materie gedoken. En ik heb het aanvankelijk met wantrouwen bekeken, de klimaatveranderingen, door menselijk handelen komen. Ik vind dat een vorm van enorme hoogmoed, als wij daar de zon daar in het heelal hebben staan. Dan is het toch wel duidelijk dat de aandrijver is van klimaatverandering. En het beetje wat wij dan zouden doen, ik geloof nooit dat zoveel is als hier zo belangrijk over wordt gedaan. Zullen we dat even snel? Ja, of je had even nog een specifiekere vraag? Ik wil even dat terugkoppelen naar mevrouw Thatcher, die daarmee is begonnen met dat de klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt. Dat was door een of andere obscure Zweedse wetenschapper was dat geopperd. En door een raadgever van Thatcher aan haar doorgegeven, omdat ze dat politiek kon gebruiken in haar strijd tegen de vakbonden. Hè?
de mijnwerkers. Sorry, maar heeft u een specifieke vraag? Het gaat over fossiele brandstoffen, hè? En over olie. En zij kon dat toen heel goed gebruiken in haar strijd tegen de vakbonden. En toen in de periode van de oliecrisis. Okay. En toen is daarna... Ik begrijp dat u vraagt om geschiedenis, maar wat is de vraag? Komt u tot uw vraag? Nee. Is geen pleit. Het is gewoon van waar ik achter ben gekomen. En daarna is het. En daarna is het door de Marxisten overgenomen. Okay. En ik wil jullie vragen: zien jullie daar dat klimaatverandering door menselijk handelen wordt veroorzaakt, niet als een politieke stunt of een ideologische stunt? En dat wil ik graag. Want ik ben voor duurzaamheid, maar niet op die manier. Okay. Ik denk dat niemand van de debattanten zal bestrijden dat de zon een bijzonder krachtige energiebron is. Nee. Waar het eigenlijk om gaat, is denk ik in het debat, in hoeverre is de zonne-instraling die wij krijgen, kunnen we die weer terugkaatsen en komen we op die manier het milieu en het klimaatprobleem beheersen. Daar gaat het over. Dus dat is in feite de vraag. Ja, dat vat u uitstekend samen. En dat gaat uiteindelijk. Ik wil wel even kort ingaan, hoor. Want ik ben me de laatste tijd ook zeer veel aan het lezen over de geschiedenis van het klimaatdossier. Van waar komt dit vandaan? En natuurlijk, vanaf dag één hebben geopolitieke belangen een grote rol gespeeld. Ja, Zweden bijvoorbeeld heeft een hele belangrijke rol gespeeld bij de opkomst van het klimaatthema. En wel omdat Olof Palme, de vermoorde premier later, zat met veel kernenergie in Zweden. En die dacht, hé, die climate change, die kan ik daar mooi bij, die past daar mooi bij. He, zo, en zo was er in ook in Amerika bijvoorbeeld, is vanuit de kernenergie onderzoek, is zijn de eerste onderzoeken gefinancierd. Dus het is wel degelijk interessant. En ik kan u twee boeken opgeven na afloop die lijkt me die prima. Lijkt me prima. Nou, dit zijn dus typisch van die complottheorieën waarvan ik denk van ja, ik zie daar helemaal geen enkel bewijs voor. Ik volg al 30 jaar de wetenschap achter het klimaat. En uiteraard, de zon is één van de factoren. Dat is de drijver van het klimaat. En het is volkomen helder dat die een belangrijke rol speelt, maar niet in de opwarming die we nu gezien hebben. Ik kan u daar tientallen publicaties over geven. En het is echt een discussie die niet meer aan de orde is, zou ik zeggen. Natuurlijk is het onderdeel van het systeem, maar het is niet de oorzaak van de klimaatverandering die we nu zien. Ik vrees dat ik u ook moet teleurstellen. De situatie zullen we nooit bereiken op deze aarde dat alle wetenschappers het eens zijn. Dus denk ik. Nee, precies, precies. Ik wil eigenlijk geleidelijk aankomen naar een afrondende vraag aan de zaal. En dat is een wat reflectieve vraag. En dat is de vraag, is dit nu een vrucht... sorry. Ja, neem me niet kwalijk. Ja, ik bied mijn excuses aan. Gaat uw gang. Ik heb nog een vraag voor de heer Crox. Wat zijn uw adviezen om het klimaat of de wereld toch duurzaam te krijgen, zodat u niet alleen uw kinderen, maar uw kleinkinderen en achterkleinkinderen in een goed klimaat kunnen leven? Hele goede vraag. Een valide vraag. Om heel duidelijk te zijn. Ik ben niet tegen klimaatbeleid. Dat zou ook onzinnig zijn. Ik ben zelf al jarenlang een voorstander om veel meer de nadruk op adaptatie te leggen. Want zolang klimaatverandering en broeikasgassen een behapbaar issue blijft, kan je veel goedkoper en veel efficiënter adaptatie toepassen dan mitigatie, wat nu wordt gebruikt. En mitigatie, CO2-reductie. En er zijn wel degelijk, dat was bij de stelling kansen, bijvoorbeeld in Nederland is er een plan om te werken aan de thorium gesmolten zoutreactoren. En dat vind ik wel degelijk. Dus ik ben ook niet tegen innovatie. Dus onderzoek naar innovatie, en dat is ook zon, wind, biomassa, alle, geothermie, alle vormen van innovatie. Alleen de nadruk ligt nu heel erg al op het toepassen van technieken die niet rendabel zijn. En ik zou willen pleiten voor onderzoek en pas toepassen als het wel rendabel begint te worden. Okay, helder antwoord. Ik had nog één andere belofte, moet ik ook nog even inlossen. U mocht uw vraag nog een keer stellen. En bij vraag stelling 2 ja. Was de invloed van de mensen, u was de eerste die er wat van zei, die is niet zo erg aan de orde gekomen. Maar de fossiele energie, dat is die enorme impuls waar beide sprekers zo over te spreken waren, die stijgende lijn in de wereldgang van zaken, die heeft erg veel gebracht. Maar we hebben nu zoveel
plantenresten in CO2 omgezet buiten de natuurlijke kringloop om, dat we de gevolgen beginnen te merken. En stelling 6 geeft eigenlijk al het antwoord, we moeten die fossiele energie afbouwen. En ja, met zonne-energie zijn we er gewoon al in geslaagd. Windenergie staat aan de grens van concurrerend met fossiele energie. En ik geloof dat stelling 2 en 6 moeten combineren. Dat het ligt echt wel aan de mens. En daar kunnen we wat aan doen. En dan stelling 6 geeft het antwoord. U heeft een positieve conclusie, verbindt u aan deze discussie. Dat is heel erg mooi. Mijn laatste vraag nog naar de beide sprekers. Het is niet de eerste keer dat jullie in debat zijn. Ja. Heeft dit debat iets nieuws opgeleverd, Marcel? Ja, we hebben het niet eerder over Lomborg en Parijs en dat soort dingen gehad. Dus ik denk dat we daar nog eens een biertje over moeten gaan drinken. En de uitnodiging om te kijken of jullie misschien tot een gezamenlijke publicatie kunnen komen? Dat zou nieuws zijn. Ja. Nee, ik neem de uitnodiging graag aan om een keer een biertje te gaan drinken. Dat lijkt me altijd goed. Het is goed om in gesprek te blijven. Ik zou alleen hopen dat je minder de polarisatie opzoekt en meer de samenwerking. Dat is mijn hoop. Dat is een heldere hoop. Die geven wij mee aan deze zaal. Ja, dames en heren, het is natuurlijk niet zo dat zo'n debat zeker niet aan iedereen kan bevredigen. Ik heb naar de gezichtsuitdrukkingen van een aantal mensen gezien. En van een aantal mensen weet ik in principe precies wat hun standpunten zijn. En als ik naar die gezichten kijk en ik scan nog even de zaal, denk ik, nou, daar is niet altijd evenveel aan veranderd. Dat hoeft ook niet. Ik denk dat de belangrijkste les is dat het altijd de moeite waard blijft om met elkaar op een fatsoenlijke en heldere manier met elkaar in debat te gaan. Dat het wat mij betreft een plicht is van wetenschappers om dat te blijven doen. Dat het een plicht is van journalisten om kritisch te kijken naar wat wetenschappers publiceren en wat ze daar aan beweringen in peer-reviewed tijdschriften neerzetten. En aan ons publiek is het om kritische vragen te blijven stellen, zowel aan de journalisten als aan de wetenschappers. En met die boodschap dank ik u voor uw aanwezigheid en wens ik u wel thuis. Niet nadat ik... Wij hebben altijd wat filijne cadeautjes bij Studium Generale. Naar alle onwaarschijnlijkheid, toeval in wetenschap en filosofie. Ik denk dat vannacht maar eens gelezen moet worden door beide heren. Hartelijk dank. En u allen wens ik weet niet wat het klimaat buiten u te bieden heeft, maar ik wens u wel thuis.